Het is niet dat een achtbaan geil is, maar het zou wel kunnen dat je er verliefd van wordt. Love is in the air. Ja, als je dan in een achtbaan gaat zitten of in iets wat kriebels in je buik geeft, wat dat stresshormoon activeert, dan zou je sneller moeten verliefd worden. Dat was het hele plan. Niet verwacht, ik kwam gewoon naar het pretpark, me amuseren en één keer, pats, ben met deze vrijgezelle jongens hier allemaal. Nee, sowieso moet verandering komen, toch? Nee, ik ben een beetje aan het rondkijken, maar ik zie niet iemand die in mijn profiel past, zeg maar. Intelligentie? Nou, die er al op, ja. Ja, had ik misschien niet naar een attractiepark moeten gaan. We hebben ook niet echt de meisjes ontmoet die we wilden ontmoeten, eerlijk gezegd. Gaan we nu eentje zoeken? Wat is je naam? Céline, kijk, dat is nou een leuke giet. Ja. Nu giet er een beetje drank in, een beetje plezant maken en dan komt dat toch goed. Jammer dat er niet veel strikken begonnen waren. Niet? Ik ben van de kant van Brugge en het was allemaal van Leuven en allemaal. Dus... Jammer, het waren ook veel jonger. Niet? Ze waren bijna de 20 jaar. De romantiek, de plaats doet er veel toe, maar de romantiek moet je zelf brengen. Achtbaan vind ik niet zo gezellig. Nee. Het is een ernstige zaak, dat begrijp je wel. Ik ben aan het werken. Ik ben gewoon aan het werken. Dank u. Dank u wel, voor hetzelfde.